Op 4 mei herdenken we de slachtoffers en op 5 mei vieren we onze vrijheid. De provincie Flevoland is dit jaar gastheer voor de Nationale Viering Bevrijding. En het thema voor dit jaar is In Vrijheid Kiezen. In aanloop naar die viering van 5 mei heb ik het genoegen om 8 gesprekken te voeren met mensen die een link hebben met Flevoland en die ook een mening hebben over kiezen in vrijheid. Vandaag zetten we onze stoelen neer in Lelystad. Goedemiddag. Hallo, goedemiddag. Goedemiddag. Hallo. Ik ben Tom Draaisma. Ik ben verhalenverteller, maar ik speel heel graag. Ik ben Corine Kistemaker, verhalenvertelster. Tom en Corine, ja. Jullie hebben beide onvrijheid aan de lijve ondervonden. U in een jappenkamp. Ja. Hoe was het om als kind in een jappenkamp te zitten? Ik was 1,5 toen wij uit het huis gehaald werden. Toen een heel stuk moesten lopen en we in dat kamp werden geplaatst. Kunt u zich dat herinneren? Kunt u iets van die tijd herinneren? Een van de allereerste dingen was dat mijn moeder als straf voor anderen vastgebonden werd. En ze zoveel slagen op haar hoofd kreeg dat ze bewusteloos inzakte. En dat is iets dat is me altijd bijgebleven. Vrijheid of veiligheid? Vrijheid. U heeft ook onvrijheid meegemaakt, maar dan hier in Nederland. De dingen die ik mezelf herinner, zijn eigenlijk dingen uit de hongerwinter. Ik begreep niet dat mijn vader naar Noord-Holland ging om daar aardappels te kopen op een fiets met houten banden. Maar ik weet wel dat er af en toe, als wij warm aten, dan werd er gebeld. En dan was er iemand die honger had. En die vroeg aan mijn moeder, mag ik straks de pan uitlikken? Herdenken of vieren? Beide. U bent later nog teruggegaan? Ja. Toen was de oorlog al aan de gang. De vrijheidsoorlog. Wat leidde tot de decolonisatie? Ja. Mijn vader die was absoluut tegen die oorlog. Want hij vond dat de Indonesiërs gewoon vrij mochten zijn. Alleen het probleem was, waar we zaten, daar was ook een kazerne van de Nederlanders. Ja. En daar zaten een heleboel jonge soldaten. En die soldaten die hadden erg veel problemen, omdat ze helemaal niet voorbereid waren op de ellende. En mijn vader vond dat die pastoraal gezien er ook voor hun mocht zijn. Waarom was uw vader daar? Mijn vader was begonnen als zendeling. En hij zat in een spagaat omdat hij naar de Indonesiërs vertelde dat hij helemaal tegen die oorlog was. Maar verklaar het dan maar dat je die jongens thuis ontvangt. Nederland of Indonesië? Nederland. U bent uiteindelijk naar Afrika gegaan. Was daar een specifieke reden voor? Ja, mijn moeder was onderwijzeres. En 4 van de 8 kinderen zijn met hun partners allemaal naar zuidelijk Afrika gegaan, Mozambique, Zambia, om daar in het onderwijs te werken, omdat wij dat iets zinnigs vonden. Want educatie geeft vrijheid? Ja, educatie is toch wel heel belangrijk om werk te vinden, om de wereld te begrijpen. Voor mij is het onderwijsvak het mooiste vak dat er bestaat. Herdenken of vieren? Vieren. U hebt besloten om datgene wat u hebt meegemaakt te delen met de wereld in de vorm van verhalen vertellen. Waarom? Als docent leg je dingen uit. Maar met verhalen vertellen kan je het hart van mensen bereiken. Als wij het over oorlogsverhalen hebben, dan is het belangrijk dat ook volgende generaties weten waar er eigenlijk voor gevochten is. Nederland of Afrika? Poeh, ik kan niet kiezen. Heeft jullie gedrevenheid te maken met de onvrijheid die jullie hebben ervaren? Gek genoeg denk ik dat het juist de vrijheid is na de hand die je bewust maakt hoe gelukkig je bent. Kiezen of vrijheid? In vrijheid kiezen. Als u dan nu kijkt naar de huidige samenleving, dat vergelijkt met waar u vandaan komt. Als ik eerlijk ben, vind ik de huidige situatie hier in Nederland vreselijk. Dat er
zo verschrikkelijk moeilijk gedaan wordt over vluchtelingen enzovoort. Dat er mensen zijn die gewoon de mensen, die geen Nederlanders zijn, die moeten maar weg. Dat op dit moment de bekrompenheid overheerst, vind ik vreselijk. Kiezen of vrijheid? Maar dat is een raar dilemma. Kiezen of vrijheid? Wat verstaat u onder vrijheid? Dat de mensen in volle vrijheid de keuze mogen maken voor wat ze zijn. En hun leven op hun eigen manier leven. Vrijheid is voor mij dat ieder mens zich kan ontplooien. En kan gaan doen waar hij goed in is. En waar hij van houdt. En die ontplooiingsmogelijkheden die zijn in Nederland heel ongelijk verdeeld. Het is waard om daarvoor te vechten.